John Bunyan is natuurlijk heel bekend geworden door zijn boek De Christenreis. Maar u weet misschien wel, hij heeft ook nog een ander boek geschreven. De Heilige Oorlog. Ik kan u dat van harte aanraden. Zowel De Christenreis als De Christinnenreis. Dat zijn boeken die met kop en schouders boven heel veel andere boeken uitsteken. En een ander bekend boek van John Bunyan is dus De Heilige Oorlog. Waar gaat het over? Het gaat over een koning die strijd voert om een stad. Stad Mensenziel. Die koning heet Vorst Emmanuel. Weet u wel over wie het gaat natuurlijk. En ja, het gaat er natuurlijk om. Hoe komt God ons leven binnen? Hoe komt Emmanuel stad Mensenziel binnen? En dan zegt Bunyan, die stad heeft twee poorten. De een is de oogpoort. De andere is de oorpoort. En hoe weet Vorst Emmanuel uiteindelijk de stad te veroveren? U snapt hem al natuurlijk. Door de oorpoort. Hij komt binnen door de oorpoort. En Bunyan bedoelt daarmee natuurlijk, dat is Gods manier om in ons leven binnen te komen. Het geloof is door het gehoor. Gemeente, onthoud het, de duivel werkt altijd via de oogpoort. Ja? God werkt door de oorpoort, de duivel werkt door de oogpoort. He? Je ziet iets moois in de etalage. Je ziet iets moois op de website. Je hebzucht wordt aangewakkerd. En daar ga je. Je had het helemaal niet nodig, maar je koopt het toch. Je ziet een seksueel getinte passage in die film, in dat programma. En in plaats van hem uit te zetten, kijk je door. En jouw gedachten worden bezoedeld en vervuild. Zie je? Door de oogpoort. De duivel komt binnen door de oogpoort. En daar is hij vandaag ontzettend goed in, gemeente. Er is geen tijd geweest als onze tijd waarin de duivel zoveel weet te bereiken door de oogpoort. En wij leven in een beeldcultuur. 6, 7, 8, 9 uur per dag op een scherm is tegenwoordig niet vreemd meer. En het maakt mensen kapot. Het maakt mensen kapot. En als God het niet verhoedt, maakt het je kapot voor de eeuwigheid. En dat is een geweldige bedreiging voor het horen van Gods woord. Je abonnement op Netflix kan zomaar een ticket naar de hel worden. En dan zeggen we, oh, hij preekt wel lang, hè? Hoe lang? 45 minuten. Zeg je dat ook bij die film van 2 uur? Of als de voetbalwedstrijd een verlenging krijgt? Nee, dan is 2 uur niks, toch? Lieve gemeente, mag ik het u op het hart binden? U kunt God alleen maar leren kennen door de oorpoort. U kunt alleen maar zalig worden als u leert oppassen met de oogpoort en zuinig bent op uw oorpoort. De mensen die straks in het nieuwe Jeruzalem zijn en die bij God mogen horen, die zijn het allemaal geworden door te horen. En je moet eens kijken wat de Heer Jezus zegt in vers 21. Hè? Ik heb dat expres even bijgelezen. De Heer Jezus staat op een dag ergens te preken. En dan komt zijn familie eraan, hè? Notabene zijn eigen moeder Maria en zijn broers. En dan zeggen de mensen, uw moeder en uw broeders staan daar buiten en die willen u graag zien. Wat zegt Jezus dan? Hij bedoelt niet hard of zo, maar dan zegt hij, weet je wie mijn moeder en mijn broeders zijn? Dat zijn zij die naar mijn woord luisteren. Maar hij antwoordde en zei tot hen, mijn moeder en mijn broeders zijn deze die Gods woord horen en datzelfde doen. Dan ben je echt mijn familie, als je naar mijn woord hoort. En denk maar aan dat beeld wat de Heer Jezus in Johannes 10 gebruikt. Hè? Mijn schapen kennen mijn stem. Je kunt alleen bij de kudde horen, door te luisteren
naar de herder. Je kunt alleen bij de familie van Christus horen, door zijn woord te horen en te doen.